well, simplemente inmenso tabata interés para poder presenciar y escuchar ayer anoche lectura de ministro holandés para asunto nantiano, Mr. Ernest Irschbalin. Aula de universidad tabata rant y gente, y manera ya no sabía e interés tabata sina grande que tabata gente sin tabau hasta arriba suela, arriba trapinan y den e pasionan. E lectura mes a ser titula Futuro de Reinado. Dr. Valdemar Marcha, rector magnífico de institución universitario, después de llamar Bombinini, ministro holandés, la ministra presidente, señora María Liberia Peters, y tour de más presente, aduna introducción che anoche. Dames en heren, onze taakstelling op dit gebied is nog niet afgelopen. En wij hopen dat de lezing van professor Hirschbalin de eerste zal zijn in een reeks van lezingen van de ministers en gedeputeerden die verantwoordelijkheid dragen voor de staatkundige structuur op respectievelijk land- en eilandsniveau. Seguidamente, minister Hirschbalin, durante casi un hora y media, ofrece su lectura tocante futuro di reinado. In de media, dames en heren, hebben sommigen zich afgevraagd of de veranderde Nederlandse opstelling ten aanzien van het Koninkrijksverband wel duurzaam zal zijn. Ik wil daar klare taal over spreken. Er is naar mijn overtuiging geen enkele reden om eraan te twijfelen dat we hier te maken hebben met een duidelijke, eenduidige en duurzame keuze in de Nederlandse politiek. Diegenen die de debatten in de Tweede en in de Eerste Kamer hebben gevolgd, naar aanleiding van de schets, naar aanleiding van het beleid dat door de huidige Nederlandse regering is uitgezet, zullen hebben bemerkt dat deze lijn in onze politiek door de hele Kamer, de hele Tweede Kamer, de hele Eerste Kamer wordt gedragen. Men ziet ook internationaal onafhankelijkheid niet meer op die manier als een doel in zichzelf, dat men blij is met elke nieuwe lidstaat van de Verenigde Naties, hoe klein ook, waarvan het al een enorme inspanning is om een ambassadeur bij de Verenigde Naties te leveren. Die tijd dat men dat als een doel in zichzelf zag, als winst omwille van het etiket onafhankelijkheid, is voorbij. Men weet ook maar al te goed dat voor vrijheid en voor waarborgen van vrijheid en zelfstandigheid, dus eigenlijk voor echt zelfbeschikkingsrecht, meer nodig is dan een vlaggetje op een tafel in de vergaderzalen van de Verenigde Naties. Dat dat van andere factoren afhangt dan zo'n vlaggetje. También tenemos la posibilidad para alguna pregunta desde sala. Varios, naturalmente, aprovechan. Y, en la final, un cuadro a Wardo regalar al ministro holandés como un aprecio de parte de la Universidad de Antienne holandés. Para Telenoticia, informaba Alex Alberto.